In samenwerking met Wildiers E-Bike Center, jouw lokale verdeler van Riese en Müller. Ik ben Chris en rijd deze week met mijn elektrische fiets de Van Adel tot Burgerij fietsroute. Gisteren passeerden we het kasteel van Braschaat en vandaag fietsen we verder richting de Schans in Schilde. Smeer je benen maar in, want we zijn weg! A dream.
Ik arriveer aan het mooie, lange fietspad langs de Antwerpse antitankgracht. Deze gracht verbindt de Schelde met het Albertkanaal in Oelichem. Tijdens de oorlog werd deze waterloop gebruikt om Antwerpen te verdedigen tegen vijandige tanks. Ondertussen is het geëvolueerd tot een groot gebied dat verschillende bossen en natuurgebieden met elkaar verbindt. Links is intussen de golfclub Rinkfan in zicht. Het golfterrein is uitdagend voor spelers van elk niveau, omdat de twee 18-holsbanen bestaan uit een mengeling van bosbaan- en parkbaanhols, met soms zelfs een waterhindernis als extra uitdaging. Volgend jaar vindt hier een vierdaags toernooi plaats, een onderdeel van de European Tour met een prijzenpot van maar liefst 1 miljoen euro. Ongelooflijk veel geld. Niet alleen de Belgische, maar de hele internationale top zal hier samenkomen. Here we are, and this
En dan kom ik aan bij misschien wel het meest bizarre plekje van de volledige route. De Schans van Oelegem. Ja, op het eerste zicht zie je een hoop stenen liggen, maar na een tweede blik dan kan je hieruit een grote bunker samenstellen. De bunker wordt nu gebruikt als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Ik zet me even neer op een van die bankjes rondom, denk ik, en geniet nog even na van de fietstocht. Laat ons zeggen dat het hoog tijd is voor mijn lunchpakket. Morgen dan fiets ik verder richting Schilde. Heel graag, tot morgen! Zin om deze route te fietsen? De fietskaart Campen is verkrijgbaar bij de lokale diensten voor toerisme, in de Betere Boekhandel of via de website. Herbekijk deze aflevering of vind meer info op provincieantwerpen.be/opdefiets of op campen.be. In samenwerking met Wildiers e-bike center, jouw lokale verdeler van Koga en Batavus.